Flink balen voor Humberto Tan, de presentator ligt de komende week met een nogal pikante kop in het tijdschriftenvak. Hij staat op de cover van de story met daarbij de tekst Humberto Tan door sportcollega gelinkt aan heftig NOS-schandaal, en op gelinkt worden aan dat tv-schandaal zit natuurlijk echt niemand te wachten. De sportafdeling van de NOS doet momenteel onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Showmedia zoomen daarbij natuurlijk vooral in op tv-sterren die daar werken of gewerkt hebben. Humberto Tan is daar één van. Nieuwe onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, klinkt de headline van Story. De kop over Humberto is gebaseerd op een interview met voetbalanalist en oud-voetbaltrainer Robert Maaskant. Hij legt in het showblad uit dat het NOS-schandaal niet over de radiotak gaat. Iedereen weet wel dat het grensoverschrijdende gedrag over tv-mensen gaat. Voornamelijk mensen die daar jaren geleden hebben gewerkt. Robert is volgens de story een goed ingevoerde bron als het gaat over dit NOS-schandaal. Niet alleen omdat hij analist is voor de omroep, maar ook omdat hij de jaarwisseling heeft gevierd met wat mensen van de oude afdeling van de NOS. Daar zou ook gepraat zijn over de NOS-rel en het grensoverschrijdende gedrag. Hij vertelt, er zijn genoeg dingen gebeurd. Ik zal je een voorbeeld geven van wat al wel naar buiten is gekomen, Humberto Tan heeft ook bij de NOS gewerkt. Hij was nogal flirterig. In wel ingelichte kringen was het geen verrassing dat hij onlangs de breuk met zijn vrouw bekend maakte. Overal waar mannen en vrouwen werken, ontstaan dingen, zegt Robert. Hij vult aan, het gaat ook niet alleen over vreemdgaan, het gaat ook over het benaderen van mensen. Robert doet in de story nog meer uitspraken over Humberto, maar niets wijst erop dat de presentator zich grensoverschrijdend zou hebben gedragen bij de omroep. Het is dan ook niet duidelijk wat precies de connectie is met het NOS-schandaal. Eventueel geflirt is natuurlijk niet automatisch ongepast gedrag. Thank you.